mijn onderzoek richt zich op de analyse van complexe datasets die voornamelijk binnen economie verzameld worden. Bijvoorbeeld macro-economische data over Europa met bijvoorbeeld als doel wat gaan de gevolgen zijn van een harde Brexit. Ik probeer methodes te ontwikkelen die op een betrouwbare manier dat soort verbanden uit die datasets kunnen halen. Dus combineren van oude klassieke statistiekmethodes met nieuwe big data, data science, machine learning methodes. Er zijn flinke raakvlakken en koppelingen te maken tussen econometrie en het type onderzoek dat ik doe en andere vakgebieden zoals klimaatwetenschappen. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met geofysici die vervuilende deeltjes meten in de atmosfeer. En dan blijkt dus dat mijn methodes die ik ontwikkeld heb, dat die daar heel goed toepasbaar zijn. Het gaat bijzonder in de economie om het gedrag van mensen dat onvoorspelbaar irrationeel is. En dat proberen we te filteren en daar de juiste patronen en verbanden uit te halen. Dus dat is een hele mooie tegenstelling aan de ene kant van strakke, elegante, logische wiskunde, toegepast op chaotische, ongestructureerde data. En om daar één mooi geheel van te maken, dat is wat mij heel erg fascineert. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Dat samenwerken heel veel positieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de wetenschap. En uiteraard ook dan de bijdrage van wetenschap aan maatschappij. En in de tweede plaats wil ik me ook inzetten voor wetenschapsbeleid en met name de positie van jonge onderzoekers die vaak onder druk staat om middelen binnen te halen. En hoe kunnen we daar het leven iets makkelijker maken voor jonge onderzoekers? Met de hele hype rond big data en het idee dat we alles uit data kunnen halen, is het ook heel belangrijk om methodes te hebben die eerlijk zijn en ook kunnen zeggen van, nou, hier kunnen we eigenlijk niets uithalen of de onzekerheid is in ieder geval zo groot dat we een beetje pas op de plaats moeten maken.